De kamer. Hier is meneer geweest voor een paar dagen, gratis en voor niks. Nou, eigenlijk gelijk meteen al toen ik hem zag voor de eerste keer. Toen had ik al zoiets van, nou, ik moet wel iets van een garantie gaan vragen. Dus toen bedacht ik meteen van, joh, ID-bewijs. En dat gaf hij graag. Dus ja, in die zin dacht ik van, ja, er zit niks kwaads achter. Een kopietje gedraaid voor en achterkant. Toch is het geld weg. Ja, hij is verdwenen zomaar. Nou, meneer is bij het uitchecken verdwenen. 'S Ochtends vroeg hebben we onze ontbijtdienst nog gevraagd van, joh, ga even bij meneer Pols of hij niet meteen wil betalen. Want ja, hij deed er een beetje duister over. Het gevoel werd steeds meer bevestigd. En zei dat hij om 10:30 kan betalen, want 10:30 was zijn uitchecktijd. Dus dat deed hij ook, zei hij. Eten natuurlijk? Ja, meneer heeft ook gegeten. Ik heb hier de complete uitdraai. Er staat wat ossenhazen, dus meneer heeft ervan genoten. Kroketjes. Ja, gewoon lekker genoten, zeg maar. Ik heb zijn idee gewoon op mijn eigen Facebook-account verspreid. Niet op het bedrijfnaam. Bewust. Maar ja, het pikt toch lekker aan. Zeg maar, mensen zijn er toch meer mee bezig dan die denken. Gouden tip mag altijd. Maar ja, ik heb altijd het idee, meneer is weg. Meneer had geen geld, meneer heeft geen geld. Dus het geld is weg. Maar ik wil gewoon dat meneer gepakt wordt voordat hij nog meer schade kan toedienen.